Hoi en welkom bij een nieuwe weekendvlog. Ik kom net thuis van mijn werk. Het is vrijdag 6 uur. En ik krijg net een pakketje. Tenminste, Ruben heeft het pakketje aangenomen. Van Makeup Academy. Highlighter kwast, denk ik. Loose powder highlighter. En... oh, dat zijn... wauw, dat is wel echt heel mooi. Dat zijn drie highlighters. Nu presenteert een collectie van multitonale highlighters met de introductie van de gloednieuwe Prism lijn. Dankzij de nieuwe formule levert deze collectie highlighters effecten zoals je deze nog nooit gezien hebt. Elk product creëert een driedimensionale holografische look. Wauw. Tof. Je hebt dus zoveel kleuren. Oh. Vet gedaan. Wow, ik had het echt moeten filmen. Ik ben zo verbaasd. Kijk wat ik doe. What? Is dit? Zou het zeg maar komen doordat alleen het bovenste laagje dan zo mooi is? Het is niet normaal. Niet normaal. Oh, het is wel heel brokkelig. Wat? Kijk, hij is heel brokkelig. Dat is wel jammer, maar wat is dit? Voor een zieke glans. Ik heb nu niet echt goed licht. Oh kijk, hier als je met je vinger gaat is het al veel minder. Huid is niet echt mooi nu. Ik doe even die... nou, dit zie ik niet. Nu die blauwe. Die blauwe is echt bizar. Okay. Ja. Oh, veel te veel. Oké, als je ervan houdt. Die blauwe is echt bizar goed. Zelfgemaakte tomatensaus met tomatenpuree, uitje, knoflook, oregano, courgette, tomaatjes en linzen. En volkoren pasta. En dit is het dan. Hashtag healthy. Maar toch vullend en lekker. Hallo, goedemiddag. Ik heb nog helemaal niks gevlogd, want ik heb ook nog helemaal niks gedaan. Vandaag wel voor het eerst dat ik dacht van, hey, ik voel me wel weer comfortabel gewoon in een shirtje. Dus dat is ergens wel een goed teken. Oh, dit jasje is eigenlijk helemaal niet leuk. Leukie. Misschien snapte hij de gedachte erachter, maar... oké, dat wordt hem dan toch niet. En mijn gezicht is vandaag een beetje moe, maar ik ben gewoon een beetje moe. En daarna, hopelijk, door de kauwgom, hopelijk gaan we dan een car mukbang opnemen. Ik hoop het zo erg. Hij zei misschien, hij neemt je camera maar mee, dus... nee, Noah. Nee. 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 Mag niet. Ik ga even in de kledingkamer dan kijken. Hallo. Boven me zit een bed. Nee, Noah. Wat kan ik dan aan, hè? Wat kan ik dan aan? Deze panter. Panterjas? Ik weet niet. Ik vind het altijd een beetje heftig. Panterjas. Nee. Dit is precies wat ik zocht. Ik was even vergeten dat ik ook een korte fluff heb. Deze heb ik in... op terugweg van vakantie gekocht. En echt maar 2 weken later kocht ik die. Maar deze is lang en gaat over je billen en je benen heen. Dat vind ik altijd fijn. Want dan hoef je niet het op te letten dat je broek, weet je wel, met je billen wel goed zitten. Oké, nou, ik denk dat dit het wordt. Hé, Bob? Hallo. Ik voel me goed vandaag. Het enige wat heel naar is, ik heb helemaal onder in mijn buik. Ontzettende steken, dus niet in mijn darmen, maar gewoon buik. En ik heb uiteindelijk maar weer het New York shirtje aangedaan. Oké, ik zit in de auto. Vandaag heb ik een hele leuke gast. Dan zegt u maar. Hoi, mag ik 1 veggie burger menu? Groot. Groot. En drinken? Cola zero. En ik wil er een ketchup bij. Ja? Hebben ze al die grote Big Mac? Hebben jullie al die grote Big Mac? Wat zegt u? Hebben jullie die grote Big Mac? Nee. Wat wil je dan? Dan wil ik gewoon normaal... groot Big Mac menu? Ja. Een groot Big Mac menu met? Water. Vind ik lekker. Met water. En frietsaus? Nee. Nee. Anders nog iets? Nee, dankjewel. Mag je doorrijden? Oké. Okay. Breed, hè? Echt zo. Ja. Gewoon een hapje van veggie. Heel lekker. Ik heb hem laatst voor het eerst genomen. Oké, okay. We hebben een plekje gevonden. En normaal rijdt Ruben dus, maar ik wil voor de video wil ik hier zitten, dus mijn goede kant. Maar hij wordt altijd zachtje als ik auto rijd. Weinig patat. Weer weinig? We zijn dus bij Diemen geweest en daar... ik ga er nooit heen. Is het meestal niet alleen maar zachtgerenig zijn. Daar is het meestal niet lekker.
Ik wil die grote. Kijken. Diemen, echt als er een keer... Wel net totaal gebruikt. Als er een keer een poederprijs komt voor slechtste McDonald's op aarde. Nou, nah, ik ga je echt voor terug. Hoor. Ik meen het. Dit kan echt niet. Het is altijd zo. Ga nooit naar Diemen. Is als er iemand die denkt... hier terug voor zou gaan? Het is nog helemaal koud. Proeven? Oud. Heel zout. Het is zout, oud en koud. We hebben de drie ouds. Oké, er zit één patatje nog in de zak. Dat vind ik wel jammer, want we hadden net goed medium menu kunnen nemen. Toch? Het is echt verschrikkelijk. Als ik dit wist, had ik echt drie frietjes genomen. Nu moeten we ons er maar weer overheen zetten. Kan ook niet. Het is ook veel te zout. Je krijgt het niet weg. Ruben. Meen je het? Wel een zout kunnen we dan met mij? Nee, dit is al begonnen nu. Ja, ik wil grotere. Nee, ik heb vet van honger. Oké, ik heb ketchup, want ik eet dus vegan. Hij gaat niet zeggen dat we hem niet gaan gebruiken deze video, hoor. Voor een stukje. De ketchup is ook... Oké, ik ga niet zeuren. Vind ik niet leuk. Dit is mijn veggie burger. En ik heb dus een paar dagen geleden voor het eerst een veggie burger geprobeerd. Na de première van 50 Shades. Toen dacht ik, ik ga voor Ruben. Want toen dacht ik, oké, ze hebben hem. Ik ga hem nu proberen. En hij was zo mega lekker. Maar ik had zoveel honger dat ik hem niet meer heel goed herinner. De saus is ook vegan, hè? En het ene plakje tomaten is ook vegan. Kijk. Oké. Mag een hapje? Eerst ik. Ik hoop dat deze is meestal wel warm, omdat het er echt niemand het bijna wil. Mm. Je moet gewoon altijd in de zak kijken. Mijn vader doet dit, hè, als hij daar bestelt. Dan ik keek nog in de zak. Dan blijft hij voor het ding wachten. Nee, want ik pak de zak meteen aan. Nee, ik heb erin gekeken. Dan blijft hij voor de deur wachten. Dan pakt hij een patatje en dan gaat hij keuren. En als het niet goed is, dan geeft hij de gelijk. Gaat goed. Je moet ook rustig eten, anders is de video over 3 minuten klaar. Ja, lekker snel. En duimpje omhoog als je wil dat Ruben nooit meer in de Mukbang komt. Ja, dat zou leuk zijn. En als het niet goed is, dan geeft hij per raam, geeft hij het meteen weer terug. Dan zegt hij, ik wil warm op dat. Niet vreten zeggen. Is dit ook PewDiePie Christian Channel? Geen ene keer seconde nog leuk in deze video. Nee. Cool kappa. Stop met dat te zeggen, dan gaat het vanzelf goed. Nee. Ik wil nu een hapje van een kwetje burger. Maar ik mag geen hapje van jou, anders heb ik niet genoeg. Hou op, ik ben gewoon niet groot. Niet groot. Hé? Hey? Wel lekker, maar wel echt standaard. Wel lekker. Het zou lekker zijn als er nog een geurkje op zat of zo. Ja. Maar die burger is zeg maar gewoon... Ah, wel... dat is keihard. Nee, ja, dat is heel zo. Je moet wel je eten laten zien. Hij heeft nog nooit een mukbang opgenomen. Ziet er niet heel lekker uit. Zit er wel saus op? Oh, hij is verkeerd om, of niet? Hij is verkeerd omgemaakt. Ik ben heel benieuwd of anderen ook weer bij de diemen zijn geweest. Ja, ik wil echt, ik wil gezamenlijk een actie voeren. Okay. Koud? Het zag je zeggen. Ja. Pas op, dit kan vallen. Wow, ik had echt verwacht dat je het nu over zou pakken. Hij valt bijna, hè? Voel eens. Ja. Ik weet niet welke hem anders moet neerzetten. Oh. Hey. Is er? Ja, kijk. Veggie burger, het is echt een groenteburger zonder ei, melk. Hmm. Maak kaart even een onderwerp aan. Oh ja. Anders wil je met McDonald's. Ik zit om te praten. Eerst even eten. Wil je een McDonald's review doen? Kom eens op, hè? Kom eens op. Dat weet ik. Ik heb een gast nodig die praat. Nee. Lotte die praat tenminste. We hebben gewoon heel veel honger. Ik was naar de geitenboerderij. Ja, maar ik wil even beginnen met praten, maar ik wil alleen maar eten. Ik heb zoveel honger. En ik wil jouw burger. Ik zal zijn bakjes uit elkaar gescheurd. Jij bent mijn gast, ik ga vragen stellen, oké? Oké. Welke opleiding doe je? Nou, het is leuk voor ze om te weten. Ik heb wel heel vaak verteld. Mm-hmm. Wel. Oh. Nou, leuk. Bij de vorige mukbang keek ik ook helemaal niet in de camera. Dat was gewoon een gesprek aan het voeren. Hier heb ik groot gevoel dat ik eet. En dat is ook zo. Maar ik vind de ketchup niet zo lekker. Oh, je kan met mij helemaal geen mukbang opnemen. Nee. Je zegt niks. Nee, jij kan het, maar jij kan het wel. Oh, maar jij kan ook helemaal niet praten en eten. Wel? Jij kan het helemaal niet. Als ik tegen jou praat tijdens het eten, word je gek. Maar we hebben gewoon echt even honger. Het is denk ik 3 uur. Nee, ik had al ontbeten met een beetje pasta van gisteren.
Nou, in ieder geval, even kijken. Ruben gaat vanavond uit. Dat vind ik heel chill. Ik wil eigenlijk misschien weer een sushi mukbang opnemen. Twee mukbangs per dag. Oh. Maar mensen kijken mukbang omdat ze willen kijken hoe iemand eet. Zeg jij eens wat. Lijkt als het eerste date. Niemand durft te praten. Nou, dit gaan we echt niet gebruiken. Sorry hoor. Nee. Dat gaan we, doe jij vanavond met je sushi mee bent. Zet het niet meer uit. Leuk. Nee, dit staat helemaal nergens op. Kom op zeg. Zullen we het dan gewoon in de vlog plakken? Geen aparte video. Dit slaat gewoon. Het staat helemaal compleet nergens op dit. Super stom. Het slaat het op. Maar jij kan het helemaal niet. Ik dacht dat jij echt gewoon iemand was die gewoon 10 minuten vol kan praten. Dat ik soms inhaak. Maar jij begint helemaal niet. Nee, ik ben om te eten gewoon. Ja. Je bent normaal, praat je tegen het ding 10 minuten en ik, nou, bij sommige onderwerpen kan ik aankomen. Ja. Je begint echt alleen maar te zweven. Maar heel veel honger. Ik doe wel gewoon dit in de vlog, ja? Ja, dat doe ik gewoon. Want ik wou nog een video opnemen waarin ik vertel over hoe het gaat met vegan, maar dat doe ik dan wel gewoon als ik alleen ben. Dat is wel slim. Als thumbnail doe ik dit, als titel doe ik dit en dan is het gewoon een vlog. Beet, goed uit. We zijn al 9 minuten aan het filmen, hè? Ik voel dat ze daar op hebben niet. Ik kan het niet eten, het is zo. Het is echt niet lekker. Laat me wel af waarom het zo is. En mijne ook. Nee, maar proef mijne eens. Proef eens. Oh, ik heb mijn mond vol. Ja, die is goor. Proef. Lekker de mijne. Ik vind de burger, ik had hem laatst om 1 uur 's nachts gehad, hij was zo lekker. Het geeft je niet echt het Mackie gevoel, hè? Ik moet nog veel meer eten. Op. Hoe ben je aan het zouwen? Ja, ik doe het niet meer. Ja, ik ga alles gebruiken, want ik heb nog helemaal geen beelden voor deze weekendsblog. Maar ik had vandaag dus voor het eerst het gevoel. Niet voor het eerst, kijk. Mensen vragen, ben je al afgevallen door vegan? Eerst, weet je niet. Nee, ik heb dus geen weegschaal. Maar eerst had ik het gevoel dat ik wel was afgevallen. Toen had ik het gevoel dat ik weer echt was aangekomen. Nu de stofwisseling weer is echt bijgesteld. Voor het eerst, ik deed een broek aan. Weet je, zo'n broek. Een lichtblauwe. Een beetje low waist. Het is op zich niet dat hij over mijn buik zit. Ik deed een t-shirtje aan. Ik dacht, oh, ik voel me eindelijk weer chill. Dat betekent dat ik denk ik wel wat ben afgevallen. En ik heb geprobeerd om niet expres al die vegan snacks te gaan. Ik vind deze ketchup trouwens heel erg smaak naar tomatenpuree. Heel sterk. Proef eens. Ik heb nooit dingen van de... Nee, proef eens. Met een vieze nasmaak. Nee, het is bijna echt naar veel te geconcentreerd. Ligt het aan mij? Nee, ligt niet aan. Vind hem lekker? Oh. Maar in ieder geval... Juist heel fris. Oh. Ik ging expres niet... meteen denken van... Oh. Oreo koekjes zijn vegan, vegan chocola, vegan dit, alleen vegan ijs had ik eigenlijk, want ik dacht, mag je? Wat heb je? Cola. Want ik dacht dan, hij mag nooit meer eten, maar wel mag drinken. Niet meer onderbreken. Ik dacht, weet je wat het probleem is met deze mukbang? Ik wil niet stoppen met eten, want ik heb zoveel honger. Ik heb nu dus zeg maar kramp, ik heb dus heel veel honger. Je hebt niet genoeg in je nee, buik. Maar je hebt te snel ineens een blok aan te vallen, krijg je een soort van steken. Eerst krijg ik ook heel veel puisten. Ja, eerst was mijn huid heel mooi. Na een week kreeg ik heel veel puisten. Toen was mijn huid weer mooi en nu heb ik weer wel wat puisten. Maar ik voel me heel gezond. Ik ben minder moe. Is dat jij opgevallen of niet? Als je nu nadenkt, ben ik minder moe de afgelopen maand? Nee, ik weet niet. Ik let er niet echt op. Er zit geen prikje in. Geen prikje. Goed man. Er zit geen prikje in. Dit is een soort vieze oranje van gisteren. Huh? Er zit geen prik in. Ja, maar daarom vond ik hem dus zo lekker. Er zit helemaal geen prik in. Daar hou ik van, maar dat is slecht. Ze hebben letterlijk niks goed gedaan. Ik hoop dat ze dit zien. Ik hoop het ook. Texten. Want vaak, echt waar jongens, we zijn al zo vaak bij jullie geweest. En ze was niet aardig ook. Niks. De management die verandert daar ook om de week. Goeie oplossing, want inderdaad geen volwaardige video dit. Maar wel leuk voor de vlog. Morgen ben ik eigenlijk weer naar Beverwijk. Jij? Ja. Oh. Ik vond die dragon food zo lekker. Die olijven? Ik heb ergens anders halen. Ik heb nog vet veel olijven. Ja, ze zijn heel erg knoflook. Wist niet, als dit een autohandel is, ik wil die banden hebben. We kunnen even vragen. Waar wil je nu nog aan die geitenboerderij?
Ja, lijkt me wel leuk. Heb je trouwens deze post al gezien? Oké, maar ik... Weet je wat ik ga zeggen? Laat je vegan vragen even hieronder achter. Ja, maar je bent een week vier of je bent een maand vier. Meer dan een maand? Ja, maar je weet toch even Spanisch. Nee, maar mensen willen heel veel weten. Kijk naar het trui. Laat je vragen even hoe ik het tot nu toe vind hieronder achter. En even zo op Instagram, want ook ga ik in mijn een vegan sushi mukbang, ga ik daar even wat meer over vertellen, ja? Oké. Okay. Zit er heerlijk in het zonnetje. Helaas zit er wel een raam tussen. Staat hier dus helemaal vast voor de boerderij. Kijk. Absoluut. Oh. Je ziet het niet, maar het is helemaal rood ook, omdat het hier dus helemaal vast staat. Geen uitschat. Maar waar kunnen we dan heen? En toen waren we ineens weer thuis. Het was zo druk dat Ruben geen zin meer had om te gaan. Dus toen zijn we even naar het tuincentrum geweest. Ik zei even kijken, ik zit de mukbang beelden in te laden, maar ik vind het niet zo mooi. En Ruben heeft iets gekocht voor de katten, maar ik weet eigenlijk niet of ze erop hebben gelegen. Dit. Vonden ze het leuk? Oh, is niet heel stevig. Nee, ze worden statisch ervan. Oh. Dus maar goed dat hij maar 9 euro was. Wat ik kan. Oh. Je kan hem wel erop zetten. Kom eens. Brrr. Kom eens. Kom eens. Nou. Nee, ik denk niet dat ze dat vinden. Niks wat katten leuk horen vinden, vinden zij leuk. Het is een elastiekje. Zo walgelijk dat je kijkt. Hij wil wel spelen, maar vindt het niet zo leuk. Bobby. Bobby, nee, een stukje. Bobby. Bobby. Reception. Als hij trapt, heb ik goed een litteken. Serieus? Hij is veel te slim. Zo kun je het je wel leren hoor. Ik kan hem gewoon erin leggen. Nee, kom niks. Lekker. Voor de mensen denken dat het zielig is, je kunt Bobby gewoon plat drukken. Dat vind ik niet erg. Lekker. Lekker hangen. Ga maar. Lekker. Nou. Ja, dat voel je, hoor je? Statisch. Ja. Je hebt ze dus ook voor aan de muur. Oh. Ook heel goedkoop. Je moet er ook een keer gaan kijken. Het is ook leuk om een shoplog te maken. Het is enorm. In ieder geval, ik twijfel nu dus of ik een... Onze mukbang is heel stom. Ook lelijk. Ik zit onder de buis, ik ben helemaal wit. Het ziet er echt niet uit. Ik ben blij dat het geen echte mukbang is geworden. En ik twijfel nu dus om de trein naar Centraal te pakken om daar vegan sushi te halen en een mukbang op te nemen als Ruben weg is straks. Maar even serieus, je hebt het toch nog wel ergens anders in de buurt? Nee, Tomma. Alleen. Heel duur. Weet je niet. En je hebt toch een bon? Zoek die bon 50 euro van mijn moeder. Is mijn hoofd is toch niet zo goed Tomma vandaag. Tomma is geen sick mooi te, of, goed te zijn. Ik moet een pony. Duur te zijn. Zei je? Nee. Tomma is geen sick. Mooi, zei ik. Oh, nee, het is toch niet mooi. Nou, ik weet het in ieder geval niet. Dit is in ieder geval de saaiste vlog ooit. Kijk nu als een vlog. Maar oké, okay, ik heb dus denk dat ik nu heb besloten dat ik gewoon de trein ga nemen. Hij gaat over 13 minuten. Hier. Ja, dan ben ik over 25 minuten ben ik al daar. Ik denk dat ik het gewoon ga doen. Denk ik. Ja. Ik weet het niet. Maar in ieder geval laat ik mijn vlogcamera hier opladen. Dus jullie zien het straks. Oké, jongens, ik ben thuis. Ik heb sushi gehad. Ik heb voor Ruben... Leonidas bonbons gehaald, want daar liep ik langs. Dat is echt chill. Ik stapte uit de trein. 1 minuut later was ik in de Kyoto. Toen had ik nog 20 minuutjes voordat de trein er ging. Dus echt top. Hier is het. En ik ga nu... ik weet niet of ik nu meteen door ga filmen. Ik moet sowieso even iets fixen. Ik twijfel nog of ik deze trui aan moet doen of niet. Want ik weet niet. Dan ga ik even alles installeren. En ik ga denk ik gewoon mijn mukbang met deze lens filmen. Want als ik mijn mukbang met die goede lens film, dan is mijn sushi nooit scherp. Dus dan maar liever iets mindere kwaliteit, denk ik. Bewegen. Ja, maar de sushi is weer wazig. Altijd bij deze camera. Jij bent helemaal scherp en de sushi niet. Ja, doe je de sushi hier. Nou ja, het mag maar gewoon. Hij heeft nu een staal met de stroomzakken. Jongens, ik wil net beginnen met mijn mukbang. Noah heeft gepoept en in de woonkamer. Schot, hè? Ja, maar de kattenbak zit in de woonkamer. Oh, ik bedoel niet dat hij in de woonkamer, maar daar zit de kattenbak. Ik kon eindelijk gaan filmen en ik werd zo misselijk. Oh, ik ben klaar met filmen. Ik had dus dit pakje aangetrokken, want en het zit mega lekker en het staat leuk. Ik dacht, dan heb ik een keer dat ik er een keer mooi uitzie bij mijn mukbang in plaats van alleen maar comfy. Een stuk beter dan net. Zo ziet het er hier nu uit. Vet mooi. En ik zie nu dat de katten steeds... allebei super schattig hier achter op de bank hebben gelegen.
ben heel benieuwd of dat er schattig uitzag. En ik heb best wel veel over. En ik filmde dus met deze lamp. Dus ik ben helemaal... Ik zie allemaal een beetje flitsen nu. Volgens mij was de setting wel goed. Ik hoop dat de video leuk was. Ik zit echt vol. Ik kan nog wel een sorry bondje. Dus... ja, ik zal even linken als de video online staat. Maar ik denk het nog niet. Nee, ik denk volgend weekend. Rup is nu ook aan het douchen. Dus daardoor kon ik lekker filmen. Die gaat zo uit. Ik hou het gewoon aan, denk ik. Het zit zo lekker. Maar ik wou dat het al iets mooier zit dan dinsdag. Mijn buik is iets platter. Maar ik moet het eigenlijk uitdoen. Het is zonde. Je moet het wel mooi houden, zeg maar. Dat het ook leuk is om het aan te trekken. Dat je je sexy voelt. En niet dat het een soort van huispak is. Maar hij is van de Monkey. Hij is €35. En ik raad hem je echt aan. Ook als je curvy bent, maar ook als je niet curvy bent. Hier is het elastiek. En ik vind hem echt prachtig. Goed, ik ga nu even chillings. En even deze zooi opruimen. Hallo, het is vandaag zondag. En het is al heel laat. We zitten eigenlijk op de bank Harry Potter te kijken. En niks te doen. Kijk, maar ik ben naar de katten. Zo lief. Mag ik je filmen? Nee. Hij ziet er niet uit. Hij heeft zijn capuchon zo dat hij flaporen heeft. Ik heb hem net even in 10 minuten opgemaakt. Maar het zit best goed. Ik wil dus even de deur uit. Maar Ruben wil niet mee. Dus dit wordt een hele saaie dag. Oké, ik heb meegestaan wat aangetrokken. Het is eigenlijk over 8 minuten, dus ik ga nu weg. Ik ben echt vet snel. Ja, weer winkelen. Ik ga gewoon nog even een uurtje naar Almere. Want we gaan even kijken wat er in de Primark is. En dan ben ik even de deur uit geweest. Dus ik ga lekker met de trein en dan ben ik er om 4 uur en om 5 uur gaan de winkels dicht. Dus ik ga nu snel weg. Ik stap op de fiets en een zieke hagelbui over me heen. Kijk dan. Nou, liever hagel dan regen. Maar, oh. Auw. Oké, ik ga dit nooit dragen. Ik vind het zo schattig. Ik zag deze hangen en het deed me dus heel erg denken aan die jumpsuit die ik zo leuk vind. Dus ik denk dat ik het wel... Zie je het goed? Of zo. Kijk. Het is heel apart. Het zit dus zo. En dan... Dat is baan, maar dan zit het hier dus zeg maar open met een knoopje. En dan knoop je het echt hier dicht. Ik vind het stofje een beetje... Mooi, maar kijk, die mouwen zijn ook wel lachen. Dat is wel leuk. Kijk, hier knoop je hem strak. Maar hier zit de lap van dit. Dus dit knoop je niet strak. En hij valt dus heet open. Dus dat is niet zo chill. Dit ziet trouwens echt niet uit. Ik dacht, ik pas meteen ook even zo'n broek. Ik dacht, ik pak een grote maat. Ik wil dat het een keertje wat lager komt. Ik wil zeg maar dat het gewoon tot de grond komt het liefst. Ik heb mijn broek er nu ook onder. Hoor. Ik vind het wel leuk, zoiets, maar... Ik weet niet, ik twijfel nu niet over dit topje. Ik vind het toch een beetje serveerster-achtig of zo. Dus dat heb ik volgens mij eens laten zien in Amsterdam. Het zei ik, hij lijkt heel erg op eentje die ik al heb. Vind ik nog steeds. Maar die vind ik nog steeds best wel te okergeel. En deze vind ik ook best wel wat frisser geel of zo, ook voor de zomer. Ik twijfel alleen een beetje voor de maat. Misschien toch een kleinere. Kijk, het is niet echt truien weer meer, maar ik vind hem wel heel erg leuk. Wat ik soms vind, zeg maar, ik neem het altijd groter, want ik vind het fijn dat het wat langer is. Maar deze gaat een beetje zo uitdijen, zeg maar. En jammer aan de broek, vind ik. Even wel een leuk, het zit zeg maar niet zo lekker, zo'n stofje. Het jeukt een beetje. Heb ik dit? Het kan heel leuk zijn. Ja, ik heb mijn broek eronder, hoor. Het is best lang. Nee, ik denk dat ik gewoon lekker niks ga nemen, maar ik zie er ook echt niet uit. Oké, ik was niet echt in een winkel bij, maar ik ben in Amazing Oriental in de toko. En ineens dacht ik, want ze weten niet wat we gaan eten. Ik dacht, ik ga weer een keer sushi maken. Heb ik al zo lang niet gedaan. En ze hebben hier zoveel, dus ik ga echt lekkere vega sushi maken. Kijk, ik heb hier van alles in mijn mandje. Lekker. Oh, ik gebruik het anders dan. Ik kan het... Je herinnert zich dit nog. Maar... Zijn het dezelfde? Ik zocht dezelfde, maar ik wist niet zeker. Ah, het is zo lekker. Oké, ik ben thuis. Ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. Het is best wel duur, maar ja. Helemaal verliefd ben ik hierop. Het is €5,50 per bordje. Ik vind het nog wel meevallen. Ik keek al vaker, maar de Japanse afdeling is best wel duur. Je zou het misschien ergens wel goedkoper kunnen krijgen. Maar eerst keek ik naar echt van die typische sushi bordjes. Maar toen dacht ik, ja, dat is net alsof je het uit een restaurant hebt meegenomen of zo. Dus ik heb deze twee. En deze waren maar €2 per stuk. En ik heb heel veel mokken, maar ik vind dit voor thee gewoon geweldig. En deze waren €1,30 per stuk. Dit zijn van die miso soep lepeltjes. Dus hier ben ik heel blij mee. En dit is echt mega zwaar. En ik heb al van die soort van leisteenachtige dingen. Daar leg ik het dan op en dan kan je hier je eigen bordje zo maken. In Almere heb ik deze mega vaseline voor €3. En deze ruikt naar babypoeder. Je hebt er ook eentje die ruikt echt naar babybillen, maar dat doet me denken aan poepluier.
Deze vind ik zelf echt heel chill. Dan heb ik dat weer voor... Gewoon in mijn slaapkamer vind ik handig. Oké. Kijk, ik heb ook weer basic dingen die ik dan nu gewoon weer in huis heb. Sushi azijn. Kikkerman sojasaus. Sushi rijst. Komkommer. Gemmer. Volgens mij heb ik een matje, maar... Volgens mij heb ik ook van die vormpjes. Ik ga even zoeken, maar ik heb in ieder geval één bamboe matje. Dit zijn gewoon van die seaweed crisps nog als snack. 2 keer nori vellen. Zitten er 8 in, geloof ik. 10. Dan dus dit. Helemaal geweldig. Dit is die rettig. Die, hoe heet het? Pickled radish. En dit is een soort van gepikkelde wortel. Volgens mij zat die in die ene mukbang van die sushi tent in Dima. Zat dat er ook in. Sesamzaad. Dit is die zoete tover. Dat kost echt 4,80. Heel duur, maar het is wel veel. Alleen ja, het is gewoon balen. Hij zei ook, je moet het echt wel snel opeten na openen. Dus dat is jammer. Maar je kan gewoon niet minder. En ik wilde het heel graag. Sojabandjes ga ik in de vriezer doen. Breadcrumbs. Ik ga dus inside out proberen te maken. En dit is miso soup. Met fried tofu. Dus mega lekker. Dan ga ik nu de vlog afsluiten. Want deze vlog duurt al mega lang door die mukbang. Deze video is eigenlijk een mukbang met een beetje vlog. Dus jullie zien dan in de volgende vlog hoe het verder gaat. Ik ga nu stoppen. En kijk vooral uit naar mijn volgende vlog. Leef je duimpje omhoog als je er zin in hebt. Ik zie er echt niet uit. En dan zie je hoe ik sushi ga maken en of het lekker was.